Lange tijd was er op het katholieke kerkhof in Druten geen plaats voor doodgeboren baby's. Deze baby's zijn namelijk niet gedoopt en zouden daarom niet naar de hemel gaan. Het zorgde voor veel verdriet bij de ouders en veroorzaakte onder meer stiekeme begraveningen, waarna het grote zwijgen begon. Vanaf deze week hoeft dit niet meer en is er eindelijk ruimte voor deze overledenen op de begraafplaats. Heel zacht geluidje. Welkom. Dit is de opening voor de vlindertuin. En dat is voor doodgeboren ongedoopte kinderen bedoeld. En het is een gedenktuin. Een stukje algemene begraafplaats waar kinderen begraven lagen, of liggen ook nog steeds, die vroeger niet binnen de muren van een katholieke kerkhof begraven mochten worden. En wat nu gemaakt is op burgerinitiatief van twee dames, is dat er een poort gemaakt is van het katholieke kerkhof naar deze stukje algemene begraafplaats, waarbij de mogelijkheid is voor iedereen om op die manier ook te herdenken. De dames kwamen elkaar per toeval tegen op de begraafplaats. Priska heeft een doodgeboren kindje. En ik was hier actief bij Verbonden door Licht met alle zielen. En toen liet ik haar dat oude, vervallen begraafplaatsje zien. En zij raakte zo over haar toeren dat ze zei, ik wil er wat aan doen. Ik zeg, nou dan ga ik jou helpen. Want mijn zoontje is ternauwernood levend geboren, maar bij mijn broer, die ook twee keer gestrengeld zat, zeg maar het kindje, daar is het gestorven. Dus ik kon Priska heel goed begrijpen. Priska en Marietje zijn 3 jaar lang bezig geweest om de gedenkplek op te knappen. Ze hopen dat mensen hier samen troost kunnen vinden. Het is een gedenktuin. Het is voor iedereen die een doodgeboren kindje heeft, die kan hier naartoe gaan en in alle rust hier zitten en gedenken. En als er meerdere mensen zijn, dan heb je lotgenoten, zeg maar, met wie je erover kan hebben. Dus eigenlijk om samen te komen en er ook over te kunnen praten. Ja, maar dan spontaan, denk ik. Gemeente Druten is blij met het initiatief en de doorzettingskracht. Ja, hartstikke goed initiatief. Het is een burgerinitiatief van 2 hele volhardende dames. En zij hebben dat bij de raad van de gemeente Druten voorgelegd. Ik was in die tijd ook portefeuillehouder voor wat betreft het onderwerp. Dus ik boeide meteen, hè, vooral het stukje historie wat erachter zit. En het verhaal wat erachter zit. Ontzettend interessant. En de gemeenteraad van Druten heeft dat initiatief omarmd. Hè. Het was ook de eerste keer dat er een burgerinitiatief was in de gemeente Druten. En 3 jaar later staan we hier. Wij zijn zo blij dat er nu een poort is, een open verbinding naar het Rooms-Katholieke Kerkhof. Dat doet recht aan de zieltjes. Ja, geen afgescheidenheden meer.